Oké, mensen! We zijn hier weer met GTA 5. Je hebt ze niet op dag 6. Gezet, of wel? Nee, heb ik echt niet gedaan. 6. Oh, bad boy. Ja, maar dat is niet eerlijk, ik ben nachtblind. Ja, ik... ik ben blind. Rob, anders zou we niet winnen. Dus ja. Oké. Oké. Oh, trash talk over hier. Oh! Ai, 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 ja. Jongens, wie is die vierde jongen in de kal? Weer een fan in de kal, godzijdank. Ja, we hebben nog zo gezegd, Koen, let dan op. Ja, gooi die kal nou dicht, man. Zijn er open weer van die rende mensen de playlist gejoind? Oh. Lopen jullie ook vast? Ah, mij ook niet. Oké, okay, nee. Mooi. Mensen, vinden jullie GTA nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Hoe moest je ook weer gas geven? Kruisje toch? Driehoekje. Oh, driehoekje. Hey, dit is pauperdonker, okay. Gast. Echt? Ik heb mijn helderheid denk ik heel hoog staan. Bij mij is het gewoon prima. Dicht. Bij mij valt het ook wel mee. Ik zie letterlijk helemaal niet. Niet? Nee. Zet dan je helderheid wat hoger, gast. Ja, doe even nu. Ja, vooral nu doen inderdaad, ja. Dat vind ik ook een goeie. Ik jongens, zie alleen... Laatste. Ik zie... Oh. Ik zie letterlijk alleen mijn twee achterlampen. Oh, kut. Hey Koen, even voor jouw beeldvorming. Je landde bovenop mij. Oh, heb ik oprecht niet gezien. Oh, hey, dat was best wel grappig. Ik zie niet dat ik nu voor jou rijd. Hey, vuile flikker. Fuck aan neef. FC Koule Roelie. Hey, maar even iets anders. Helderheid van wat hoger? Van GTA zelf of van je tv? Ja, allebei is prima als je helderheid wel hoger zet. Tjus. Ik zie helemaal niks. Echt drama. Wat een content. Ik land voor mij niet goed. Ik ben ontploft. Ik ga nu mijn helderheid omzetten. Ja, doe je goed. Koen committed suicide. Hey Mike. Sorry. Hey Mike, doe je ook mee? Dat is leuk hoor. Leuk hoor, jongens. Echt lachen hoor. Ja, ja. Oh, jij maakt altijd die grappen, doen wij het een keer. Quality content het dondert en het bliksemt. Nou, waar moet je landen? DNP zit op dit moment in zijn menu te zoeken naar het knopje met helderheid. Maar ik zie hem niet staan, dat is een beetje het probleem. Display, radar... Verder deze ik ben bijna gefinished, dus... Ja, deze map is niet echt heel intensief ofzo. Ik gewoon een beetje heel mooi en voor de rest is het gebeurt er niet heel veel. Ja, ik heb ook al heel lang gas ingedrukt en voor de rest niks aangeraakt. Dat is niet echt heel leuk hè, jongens. Ja, maar volgens mij heb ik hem ook al eens een keer eerder geoefend. Hey, dat doe ik altijd alleen maar. Kom op, man. Ik ben al steeds op zoek. Bust. Maar mensen, aangezien jullie niks zien... Echt, dit beeld is ongekend. Je moet ook eens een foto maken. En nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Oh nee, ik slip! Wat een koude saaie race heb je ook uitgekozen. Alleen die donder is leuk en dat het donker is. En vervolgens is het bij jou ook nog te donker, waardoor het niet leuk is. Zeg maar letterlijk het enige leuke aan die race. Nee, heb maar ook er zit, ik ben nu ik denk 2 minuten aan het rijden en er is toch na 1,5 minuut een leuke twist gekomen. Ja, actie, ja? Ja, er was een blokkade op de weg, dus je moest dan zeg maar... Zo, dus ben je naar links. Mijn brightness staat op mijn tv op 100%. Alleen moet ik dus eerst in mijn instellingen vinden. Gast, die proto is toch juist niet de gripauto? Die slipt als een tyfus. Ik heb nooit geweten dat dit een meme was. Gewoon een goede auto. Ik weet niet wat de meta is op GTA. Dus ik zit vroeger was dat de magnetron, maar tegenwoordig ook niet meer zo te voelen. Jongen, als ik één keer die knuppel aanraak, dan lig ik meteen op z'n koppie. Ik rij ook echt super langzaam, gast. Nee, ik rijd tegen een kouloblokkade. Hey, jongens, ik heb gewoon heel veel ervaring met knuppels. Dus, Nou, Koen, je mist echt niks. Wat is dit saai, hè? Ik ben het helemaal kwijt. Oh, wat kut. Oh, ben jij het kwijt? Hoe kan je dat kwijtraken? Je hoeft letterlijk alleen maar op gas geven te drukken. Nee, ik rijd heel langzaam. Ik kom er niet overheen, zeg maar. En nu krijg ik wrong way. Je kan ook gewoon niet dat ding aan. Oké, jongens, ik ga rijden. Ik zie letterlijk niks. Je kan zeggen welke auto ik heb en ik geloof het. Je hebt de X80 Proto. Ja. Je bent namelijk keihard op mij geland. Dat vind ik wel weer leuk. En geld. Maar het is ook niet moeilijk. Leuk. Het is expres donker, want je hoeft niks te doen. Ik denk tegen, Jawel, als ik echt niks doe, op een gegeven moment hang ik op zijn kop en dan glij je weg. Ik heb het echt fantastisch uitgezocht voor mezelf. Oh, heb je het gevonden? Nee. Koen, ik reed langs je. Ja, ik zag het, ja. Maar dus maar één lap. Je zag het? Ben je nou aan het liegen? Ja, ik ben aan het liegen, ja. Nou ja, ik zag 2 koplampen en de naam FC Roelie, dus ja. Ja. Hij is er al. First. Nou, al. We zijn al 5 minuten hetzelfde aan het doen, joh. Ja, godverdomme. 4. Maar overdrijven is een beetje Brabant. Dit was echt een 4 minuten en 30 seconden. Goed uitgezonden, mij. Dit was een hoogtepuntje. Ik neem aan dat je dit niet uploadt, hè. Dit kun je kijkers echt niet... Ja, kun je echt niet maken tegenover je kijkers. Ja, wel. Dit vind ik heel erg loyaal tegenover mensen die blind zijn. Zodat... Oh. Ja. En Rob, waarom is dat niet nice tegenover kijkers? Omdat het donker is. Wil je daar wat mee zeggen, Rob? Zo. Godverdomme. Nou, eigenlijk niet. Maar nu... Als je een beetje doorgast, Koen, dan hou je dat nog wel. Nee, ik ben achter z'n voren door die looping gegaan. Werkt ook. Was jij nog niet gefinished, Rob? Ik dacht dat ik achter jou zat. Nice. Dat is wel knap. Er staat al heel de race derde bij mij. Ik weet niet wat bij jou staat. Ja, maar ik meende dat ik... Ik meende... Huh? Wat een gast. Wie ben jij eigenlijk? Ik kan het niet zien. Blijf leuk. Ik ben die jongen van Verantwoord Gamen. Kijk jullie al lang genoeg gamen.
DNF, oh. Kutspel. Zo. Bij Koen, heb jij zo'n timer op je PlayStation zitten? Dat je na zoveel uren dat hij niet meer doet? Het zal wel zielig zijn nu. Je hebt heel lang die parental controls. Ja, je hebt er heel lang op gezeten, maar je hebt helemaal niks gedaan. Vind ik wel sneu. Als de kijkers wel vermaakt willen worden, hebben wij ook allemaal een kanaal. Ik moet zeggen, leuke race like. Dan like je wel een DNP, master. Leuk. Nee, ik ben... Hadden jullie maar gewoon de Wagner moeten kiezen? Wagner Love? Wagner Love, inderdaad. Dat is mijn favoriete voetballer. Die moet een flashback krijgen. Met zijn roze haar. Oké, mensen, we gaan nu beginnen met de eerste... Oh nee, tweede race. Dit was echt leuk. Dat was een goeie. Gast, je ziet het easy, man. Je stelt je echt aan. Nee, jongen. Als je rijdt, zie je het oprecht niet. Je ziet oprecht helemaal niks. Zweertje, je ziet echt niks. Zo zag het er bij iedereen uit, volgens mij. Echt? Nou ja. Bij mij was het wel iets lichter. Ja, ik moet zeggen, deze foto vertekenen, want ik zag echt helemaal niks. Ik zag oprecht helemaal niks. Maar misschien moet je ook je handen voor je ogen weghalen. Oh. Waarom is het nou weer donker? Ik heb net letterlijk op morning gedrukt. Als het nou weer donker is, word ik echt gek. Nee, dat is omdat je nog in de vorige race zat. Oh, kut. Ik heb de cheetah. Oh, kut. Er staat T20. Er staat gelukkig maar 40 keer T20 en T20. Kut. Die gezien. Ja, Team Brabant, hoppakee. Zo, ik heb gewoon T20, hoor. Oh, lekker. Wat een Team Brabant. Hou je bek, jongen. Je hebt geen T20. Hey. Zo, jawel. Nee. Ja, jij ervan wel? Nee. Nou heb jij geen T20, Roel. Ja, ik heb dezelfde auto als jij, dus fijn homo. Maar waarschijnlijk hoef je deze race toch niks te doen, om niet te sturen of zo. Ja, nou. Vind ik echt heel, ik zie bijna niks. Gewoon elke keer het... Jezus, donker, huh? Gast. Het is zo licht. Oh, jongens. Oh, waar moeten we heen, gast? Ik zie het oprecht weer bijna niks. Ik weet niet wat er aan de hand is met mijn GTA. Huh? Oh, kut. Ga je nou aan het vat doen? Nee, ik maak geen vat toe. Gast, volgens mij ga ik helemaal verkeerd. Ja, ik reed net ook helemaal verkeerd. Ik dacht eerst, je moet over dat bruggetje, maar dat moet dus niet. Je moet er, of tenminste, je moet er niet onderdoor. Je moet er juist wel overheen. Ja, je moet er overheen, ja. Ik ging net onderdoor, dat was echt kut. Ja, dat deed iedereen volgens mij. Ik lig echt koude ver achter. Gelukkig hebben we ketchup. Geglitcht. Oh ja, het is weer een glitch. Ja, het is een glitch. Natuurlijk. Glitch. Natuurlijk. Rob gaat niet goed. Glitch. Nee, maar ik respawnde, zeg maar erin. Zo op die rand van die... Ja, heel bijzonder. Zo, ik ben bijna op de maan, zo hoog ben ik. Oh, nu naar beneden! Oh, wat kut. Oh, dit is inderdaad echt een kutmap. Holy shit, het gaat nooit goed komen. Ik spring ernaast. Easy, één keer. Easy. Triest. Oh, moet je helemaal opnieuw? Je moet helemaal opnieuw dan. Ja, doe je erop. Ja, kut. Oh, jezus, wat nou doe je? Hoe heb jij het checkpoint al? Ja, maar daarna moet je een jump maken die je blijkbaar niet kan... Oh, ik heb hem. Hé, maar Koen, ik moet zeggen, leuke map heb je. Deze vind ik wel leuk. Oh, je bent serieus? Ja, ik vind deze wel leuk. Die vorige vond ik niet veel aan, maar deze is wel een beetje leuk. Licht, een beetje fel, een beetje pijn aan mijn ogen. Oh, jezus! Ja, ik heb hem. Volgens mij heb ik hem. Tuurlijk. Ja, ik weet niet welke auto ik had. Kut, ik ga me niet die zin afmaken, dan moeten we het weer uitknippen. Daar is Griepeer. Oh, no. Opeens met die kutmuziek, tering achteraan. Die muziek. Ongekend. Sommige dingen kan je gewoon niet goed halen als je eerste bent. Hey. Ja, tuurlijk. Calimero-gedrag dit. Ho. Sommige dingen kun je gewoon niet halen als je laatste bent. Nee, klopt. Moet weer helemaal opnieuw, hè. Ik ben nog helemaal naar beneden. Ik helemaal serieus? Druk. Oh. Rob, je bent ook echt slecht, hè, jij. Nee, wat is dit? Ja, klopt. Ik ben echt slecht. Ja, cool, maar jij slecht, zeg. Nee, laatst op mijn kanaal had ik ook eentje geüpload. Toen ging ik best wel oké, folks. Maar toen ook gewonnen, toch? Omdat de game glitchte, weet je nog? Ja, 18 keer gewonnen. Ja. Dat was mooi. Dat was overigens echt een glitch. Nee. Ik ben gewoon goed. Best raar, hè, dat ze dat spel nog zo vroeg uitbrengen, terwijl er nog allemaal van die glitches in het spel zit. Ah, de tyfus, ik heb het weer niet gehaald. Ja, ik heb net, gast. Oeh. Godverdomme, weer niet gehaald. Ja, ik wel, omdat ik tweede stond. Oh ja, tuurlijk. En waar heb je het nou over? Ben ik... Wie zat nou eerst? Ik heb net mij Raoul, toch? Huh? Nee, ik ben jullie al lang voorbij, man. Sukkel! Ik sta derde nu. Ja, ik sta eerst. Nee, bij mij staat derde. Bij mij staat ik derde ben. Maar bij mij staat ook derde. Dat is cheaten. Dat wordt getoverd, heb ik gehoord. Bij mij staat er nu ook derde. Ja, kut. Ga het niet halen. Kutzooi. Ja, omdat je niet eerste staat. Ja, dat zal het zijn. Nou, weet ik wel zeker. Jezus, maar ik kan gewoon helemaal geen snelheid maken. Ik heb wel gewoon kutwagen gekozen. Wie staat er nou eerst in Roel, hè? Nee, ik. Hoe kan dat nou? Eerste? Ja, ik ben jullie echt al lang voorbij. Ik ben nu voorbij de Ammunation. Ik sta nu tweede. Nee, Roel is zo hard aan het lullen, joh. Want ik sta tweede. Nee, gast, ik sta echt eerste. Rob staat echt eerste. Het is ook niet alsof je pijltje eronder kan drukken om te kijken waar iedereen staat. Sst. Godverdomme, Rob, ik bedoel, ik zie niets. Hij deed ook gewoon rustig met me mee. Vond ik wel leuk. We voelen elkaar zo goed aan, Roelie. Ja, gel. Ja, een beetje naar. Oh, ja, lekker. Roel, ik heb je al bijna ingehaald door de ketchup. Oh ja, verrek. Waar zijn jullie eigenlijk? Ja, ik loop 43 seconden achter op Raoul, dus haal ik nog wel in.
Oh, kut. Ja, ik kan niet halen omdat ik eerste sta. Ik lig 1 minuut achterop op Matthijs. Nee, oprecht. Ja, dat is sterk. Ik haal een aantal dingen echt niet, omdat ik gewoon niet snel genoeg ga. Ja, nu geloof ik. Hoezo? Je staat tweede. Ik vraag me af van jullie tweede punt was, ja, maar wat jullie niet haalden. Ik rij ook achteruit, hè. Heb jij even bij die Ammunition geweest, Rob? Langs de wat? De Ammunition, dat je zo'n scherm ziet met Ammunition. Anders loop je al best ver achter ons. Ja, daar moet je op wat? Wat? Bekijken jou ook niet gehad? Jij bekijkt jouw hele omgeving ook als je hier rijdt. Nou ja, je rijdt er onderdoor, dus op zich. Je moet toch wel een beetje genieten van het uitzicht. Van het uitzicht. Nee, het is me niet opgevallen. Laat het daar houden. Nou, dan ben je nog niet langs geweest, denk ik. Dan ben je inderdaad nog niet langs geweest. Dat is niet te missen. Ik heb het verneukt. Ik heb bijna Raoul ingehaald, maar toch niet. Nee, omdat je niet eerste staat. Nee, dat is waar. Nee, maar als ik eerst had staan, had ik je wel ingehaald. Ja, nee, daarom. Ja, dat is okay. Vaak kut, zeg. Nee. Nee, maar dat zeg ik toch de hele tijd. Nee, maar hij zegt, als ik eerste zou staan, ja, had hij ingehaald. Ja, dat weet ik. Oh, ja, sorry. Ik denk, leg hem even uit voor de kijkers die het ook niet begrijpen. Oh nee, thanks, dat is aardig van je. Ja, dat is lief, ja. Oh, nice, dat vind ik lief, Rob, inderdaad. Hé, hey, jongens, een bocht. Weet je wat erop staat? Ammunition. Nee, ik heb geen idee, dat is wat. Hé, ik ben bij lab 2. Oh ja, dan loop je al best ver achter, hoor. Ik heb het gehaald, ondanks dat ik eerste sta. Gast, dat betekent dus dat ik dat bord in één keer heb... Alles heb ik in één keer gehaald, behalve... Oh, kut, ik ga weer eronderdoor. Kutbrug. Ik sta 41 seconden achter op Raoul. Hoe is dat mogelijk, jongen? Ik begrijp er geen reet van. Raoul is griep goed. Gast, ik heb 20 seconden ingehaald op Matthijs al. Griep. Ja, ik was het gecrashed bij die eerste jump. Ik mijn auto's best naar de tyfus, we moeten even dat checkpoint halen. Maar ik heb dus alleen die eerste jump niet gehaald. En al die andere jumps heb ik allemaal in één keer gehaald. Dus dat snap ik niet helemaal, want ik kan er helemaal niks van. Excuses. Nee, dat is waar, ja. Ja, zolang ik die je klinkt echt als Milo nu. Nee, maar dat is ja, ik stond de hele race eerste, behalve bij de finish. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg juist dat ik het apart vind dat ik niks kan en toch... Als één die jumps staat. In één keer dat is toch wel een goede gave inderdaad. Heel raar. Wat heel jou, apart vind ik dit. Nee, ja, maar die andere dingen die vond ik dus kennelijk wel heel makkelijk. Ja. Ja, maar ik vind het gewoon knap hoe je dat Ammunition ding net niet hebt gezien. Ja, dat snap ik ook niet. Ja, waarschijnlijk zijn jullie er 5 keer langs gereden, maar ik maar 1 keer natuurlijk. Dat scheelt wel. Nee, niet waar. Nou, denk het niet. Roel, ben je al gefinished? Wat? Ja, dus. Maar jongens, waarom is niet iedereen zo goed als Raoul? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Ja. In alles, hè? Vind ik soms ook zo jammer. Ik heb een mailtje gekregen van een Oekraïens advertentiebureau. En ze hebben de titel van de mail is advertentieverzoek voor en dan tussen haakjes naam. Ja, dat is sick. Maar Oekraïens, dus je gaat... Wat ga je doen? Hoe moet ik dat zien? Bukraketten promoten. Maak het Kremlin van ons. Yes, ik ben er. Tweede, wat ben ik goed zijn ik als het licht is. Ik bijna, oei. Ik ga echt net een seconde wel of niet halen. Ik ga het niet halen. Kut. Lek voor je. Fuck! Nee! Ik steeds niet, maar dat Ammunition. Ik zie het nu wel, want dat finish. Hoe jullie die jump niet hebben gehaald. Maar ben ik goed, zeg. Ik heb een DNF. Wat een kut race. Dislike. Ja. Nee, like. Goeie race. Je krijgt eigenlijk wel level 21. Wel jammer dat Raoul eerst is geworden. Ja, en vraag eraf, Koen, waarom heb je een soort van allemaal pasta in je mond? Nou, ik heb net pasta gegeten. Maar wel een gezonde pasta. Wel een lekker pasta. Ja, wel een gezonde pasta. Maar wel een beetje aankomen. Wel een beetje vettig, want dat moet ook. Maar Koen, wat zie je er trouwens ook breed uit, joh? Zo. Ja, die sport volgens mij. Rob staat gewoon laatst ook één potje gewoon niet gespeeld. Dat is wel ongekend. Echt heel knap. Gast, ik heb dit potje ook helemaal niet gespeeld. Jawel. Jammer, één jump niet ingehaald. Nee. Maar dat was een leugen. Oh, okay, cool. Waarom start ik weer achteraan? Het is ook gewoon competitievervalsing. Ja, als laatste bent geëindigd. Ja, ik start dus precies achter de lantaarnpaal. Is lekker. Oh, ik zie het, ja. Wat is dit nou? Oh, kut. Ik heb een boost. Nee. Rob, je bent zo... Doei, Koen. Vuile. Hey! Ja, en Raoul is alweer vandoor, hè. Wij gaan allemaal leuk doen voor de content en hij willen winnen. Hé, maar jongens, dank je voor de content. Ben je er content mee? Nee, dat niet. Ik ben content met de... Ja, Rob, dat is goed. Oh, nee, heb je nog? Het was gewoon een goede bocht, hoor. Inderdaad. Maar dit ding ligt helemaal in de lucht en wij moeten... Laat Matthijs gewoon even voorbij, want die naadje echt waar je zelf bij staat. Vindt hij lekker. Oh, ja, daar hou ik wel van. Van hij is niet de enige. Oh, wow, holy shit. Okay. Oh, nee, kut! Ik ben eraf. Ik ben ook gecrashed. Nee, teringspel. Roel heeft hem weer 100%. Ja, de. Oh, dit is normaal. Alleen omdat hij eerste goed ligt, want dan heeft hij geen ketchup. Dus dan ga je... Wij gingen te snel dat doorheen. Ja, dat is waar, ja. Is gewoon niet waar, eerlijk, ja. Omdat Roel ketchup geen ketchup heeft. Ja, want wij... Ik slipte omdat ik te snel ging. Ja, dat zeg ik al. Ja, maar er gebeurt zo op je scherm, gast. Ik moet echt even kijken wat van welk. Kut! Bij mij is het gewoon heel donker vooral. lichtgevoelige epilepsie. Ja, maar ik haal weer een jump niet, omdat ik gewoon... Nee, hou je back met je dat je eerst staat. Ketchup ja, staat uit. Rob doet het dit keer. Ja, Rob, rij maar even voor, want je duwt elkaar eraf. Dus dat schiet niet op. Nee, je krijgt nu sowieso dingetje van mij, hè.
Ja, weet ik, maar daarom rij je nu even wat langzamer. Nee, ga, Matthijs, rot nou op! ik zag je niet in de spiegels. Matthijs, rijd door. Vanuit. Oh, Matthijs, je bent zo'n tering. Ja, ik ga nu aantikken. Ja, dat is lekker. Godver. Jongen, één keer de race zonder Matthijs en ik haal hem meteen, jongen. Ja, het is jammer dat hij daar nu voor mij zit, want daar haal ik het niet. Hé, hey, jongens, een bord. Weet je wat erop staat? Abbey Nation? Ja. Oh, eindelijk, je hebt hem. Je bent er. Just hebben jullie hem al gehaald? Nee, want die dikke Matthijs. Met zijn sauskom. Ja, wel een beetje dik, hè? Een beetje dik, ja. Mag ook niet meer gaan fitnessen. En één keer is Matthijs er niet bij en dan haal ik hem gelijk, ja, natuurlijk. Ja, ik haal hem ook, ja, dat komt gewoon door Koen. Nee, één keer is Matthijs er bij Matthijs niet bij. Ja, één keer loopt Matthijs er zelf niet in de weg. Hé, hey, een ammunition board. Hey, ik zie ook een ammunition board. Ammunition. Als ik haal dit gewoon. Oh, niet. Oh, jawel, ik heb het wel. Oh, nee, natuurlijk niet. Ik dacht dat ik het niet haalde. Ik sta maar een minuut voor, jongens. Ja, maar jij bent ook zo fantastisch. Ook heel goed. Nee, en cool ook, hij is ook cool. Waren we maar allemaal zoals Rol? Nou, gelukkig zijn we niet allemaal zoals Rol, want dan zou de wereld echt heel saai zijn. Ja, dan zou je alleen maar perfecte unieke, mensen. Perfecte ja, mensen die saaie ja. winnaars hebben. Rol, wat doe jij hier? Wat? Oh, kak. Ineens staat Rob hier gewoon stil. Oh. Wat is dit? Ik ben even jullie aan beuken, vind ik leuk. Waarom staat Rol stil? Oh. Wat is dit, hallo? Huh? Ja, ik zat op jullie te wachten hier. Hey lul! Au! Ja, Matthijs nu even een ander millennium, universum. Nee, ik ben niet content met deze content, eerlijk gezegd. Hey, maar Raoul, je bent ook al teruggereden. Ja, nee, dat was weer een kruispunt. En ik probeerde eerst Koen en daarna. Ja, Koen had het door, maar Matthijs, ja, die is niet zo ad rem. Ja. Die rijdt er gewoon. was hij maar een beetje aan de. Hé, maar even iets anders. Ik sta dik eerste nu. Ik sta tweede, dik laatste nu. Oh ja. Huh? Oh, Raoul heeft eerst een ander checkpoint gepakt en daar gerespawnd. Nee, je komt weer daar terug. Oh. Ik dacht dat hij gewoon teruggereden was. Ja. Oké. Ja, Gertje. Doe nog een rondje, ja toch? Ja, het zijn twee rondjes toch? Ja. Het leuke is ook, ik zeg gewoon van, oh, ik sta nu eerst. Dan gewoon echt tering groot rest onder mijn scherm staat tweede staan. Dat is echt mooi. Maar ja, kom maar. Dat is echt goed. Dus als jij nou net zo perfect was als Raoul, was dat apart geweest. Maar hey, je bent maar een mens, je kunt fouten maken. Dankjewel, dit vind ik fijn. Even hard onder de riem. Ja, flink hard. Gewoon een schel. Lekker hard onder de riem. Oh. Oh. Godverdomme. Ja. Nou, hè? Die jump zonder Matthijs. Ben benieuwd hoe het gaat. Oké. Okay. Nee, ik heb hem, natuurlijk. In één keer. Maar ja, Matthijs er niet bij. Dan kom ik weer bij hetzelfde, hetzelfde intersectiepunt als jullie. Seks. Seks. Oh jezus, ja kut. Ik haal hem niet, hè? Ja. Ik moet iemand hebben die me van achter pakt, anders haal ik hem. Wat? Zeg je vriendin ook altijd. Wat? Zo. Waarom haal ik deze jungle niet? Wat is het voor ons? Dit meen je niet. Dit meen je niet. Haal je niet? Oh mijn god. Oh, ik sta steeds tweede, gelukkig. Ja, ik heb hem. Kom op. Steeds laatste. Yes. Maar ik haal dus nu wel iemand in zicht. Kom op. Is dat... Ben ik. Ja, ik sta derde, dus lijkt me wel. Ja, ik haal die... Oh. Yes. Roel, hoe sta jij zo ver voor? Hij is perfect. 50 seconden met ketchup. Ja, maar het is ook gewoon wel een hele makkelijke race. Nee, maar het is ook wel zo, Roel heeft wel geoefend natuurlijk. Dat is ook wel even iets belangrijker. Ja, man, hij oefent wel. Dat is wel een beetje triest, vind ik persoonlijk, man. Kan ik aan mij niet natuurlijk. Maar dit, nu kan ik, nu gaat er niemand meer ingehaald worden. Oh, jongen, FC Rauli. Oh, je bent echt leuk, hè. Oh, het heb je wel ding. Oh, wat doei, Koen. Nee! Doei, Koen. Oh, maar nou, jij kan niet rijden. Wordt hij toch tweede misschien wel? Nou, waarschijnlijk niet, want Raoul gaat ook mij opwachten. Denk het niet. Ja, daarnaast ben jij ook niet zo goed in rijden, dus ja. Wat zeg je nou? Als ik die velgjes van die A3 zie van je, dan... Alleen maar aan de buitenkant, hè? Ja. Aan de binnenkant. Of moet je dat zeggen? Alleen maar aan de niet-passagierskant. Ja, dat is echt... Hey, hoe kun je nu al zo snel bij mij zijn? Oh. Colo ketchup. Nee. Daar werd je echt heel veel achter. Ik rij gewoon in de perfecte lijn. Zwaar. Oké, ik fok het op. Nee, echt zo goed. Ja, klopt. Ik moet in ieder geval niet... Nee, ik fok het op! Nee! Yes! Nee, de Vince is daar! Nee! Ik vond het weer op! Nee! Waar is Raoul dan? Ja, die is gewoon gerespawnd hier. Echt? Ik ben eerste! Echt? Nee. Ja, ik ben de eerste, omdat Raoul loopt te fucken. Wat is er nou? Carlo Raoul. Leuk, jongen. Wat is er nou? Fuck. Nee! Hoe ben ik nou? Oh, alleen maar die Raoul ben ik derde geworden, jongen. Oh. Ja, yes, kop.
Wat lekker dit. Jongens, deze race was zo easy. Ah! Nou, Raoul is echt slecht, jongen. What the fuck. Ja, maar anders is die video ook niet meer leuk. Hè? Dan heb je een hele retentie naar de maan. Oh, okay, ik moet zeggen, dit is wel een leuke spanning van Raoul. Dankjewel. Ja, dit is inderdaad spannend. Is goed gedaan, Raoul. Hey Siri. Ja. Waarom is Raoul zo cool? Dat is een interessante vraag, Koen. Zegt Siri 112. Hey Siri. Let op. Altijd als hij Messi hoort, reageert hij. En dan zeg je, hey Siri. En reageert ze gewoon niet, hè? Vuile vieze kerk. Oh, ja. Ze reageert. Oh. Hey jongens, wie staat de tweede? Rob, 112. 112. Oh god, ze gaat die 1 en 2 bellen. Natuurlijk. Hij deed het trouwens niet. Nee? Jongens, is de Tyrant de goede wagen? Ja. Ik word sowieso gefuckt nu. ja, daar ga ik ook mee. Ik heb de Centauro. Dat staat er toch boven? Hé, hey, maar trouwens, ik zocht 112 en toen ging je zoeken naar de rest met 112 bij mij in de buurt. Wagner! Gaat hij normaal dan 112 bellen? Ja, gelijk. Echt instant. Echt? Ja. Waarom bij mij niet dan? Ja, dat weet ik niet. Echt tering raar. Is het niet fucking leuk om een keer dan op een podium of zo bij een toespraak gewoon, hey Siri, 112 te zeggen? Ja, ja. Leuk man. En dan gaan de mensen uitdrukken voor niks. Dat jij dat zegt. Nee, leuk. Ja, leuk. Hé, tyfuskinderen. Nee, leuk. Ik ben weer gespind. Leuk. Samen met Raoul, zeker. Ja, je tikte mij aan. Nee, nou, dat is niet waar. Iemand tikte mij aan. Hey, Matthijs, je bent zo'n downie, jongen. Echt. Nee. BAM! Nee, het is gewoon tactisch. Het is een tactisch steekspel. Oh, Roel, ik ben gewoon levens kwijt geraakt met mijn GTA-poppetje door die ramp. Snap je? Flinke beuk. Was gewoon op de bal, scheids. Was op de bal. Voetbalcontact. Zin om woensdag iemand neer te halen, joh. Ik ga woensdag een zwalm maken. Leuk. Ik doe alleen alles leuk voor de content. Zo, Raoul, hoe haalde jij hem in? Via de muur? Leuk. Zo, jij zo langzaam. Hey, goed je. Wow, Rob. Dat was goed, hè? Ik rij ook traag? Wat gebeurt hier? Ja, ik kom toch uit snelheid. Jij komt uit stilstand. Oh, kut. Wat is dit? Wat? Rob, die maakt die bocht er gewoon volledig tegen de muur aan. Gewoon in de bocht. Holy shit. Oh. Ik was even niet aan het opletten, denk ik. Oh, no. Oh my god, het gebeurt gewoon weer. Net kadaa! Ik heb ook grip, hoor. Deze Tyrant is wel een goede wagen. Heb je een lekker band of zo, Rob? Kas, komen er nog jumps of wat is dit? Nee. Oh nee, hoe kan het weten? Je hebt hem al geoefend. Het stond er net, een drag race zonder stunt. Oh. Echt? Dat is raar, want ik heb stunt race opgezocht. Ja, het is ook 1 april, hè, Koen. Ah, weer geprankt. Ah ja, weer geprankt. Mark heeft de playlist gemaakt, zal maar zeggen. Als vorige keer dat we GTA opnamen, was Mark er ook niet, omdat hij dingen aan het kijken was. Weet je het nog? Ja. Porno. Huh? Wie zei dat? Wat? Haas, dit is toch niet leuk? Ik kan jullie ook niet inhalen ook. Nou, het zou wel moeten kunnen, want jij hebt wel ketchup. Nee, ja, maar ik maak elke keer fouten, dan heeft het geen zin. Dan ben ik ketchup niet. Ja, dat is heel raar dat je ons niet inhaalt. Oh, nee, echt niet leuk inderdaad. Oh. Nee, maar als er nou iets van een stuntjump is... Afgesloten. Kut, Matthijs. Ja. Ja, maar jammer dat ik het ook hoor, want die ketchup, dat is zo'n verschil. Dat is echt niet normaal. Ja, dat is echt ziek. Het is gewoon niet normaal. Oh, ben ik dan serieus... Niet die checkpoint. Oh. Ah, dat was een checkpoint gereden. Hey! Ja, nee, ik kan er best vallen voor dat ik eerste word. Twee laps. Wat is dit dan toe saai, zeg. Hoezo? Ik zit nu achter Matthijs aan. Ik vind best lachen. Oh, ik heb jou 6 seconden ingehaald. Holy fuck. Volgens mij ben je nog best wel even mij af, toch? Nou, ik zie je bijna. Oh, serieus? Kut. Wat onnodig spannend dit. Ook. Kut! Oh! Ik reed bijna... Ja. Huh, heb ik Raoul ook ingehaald? Ja, ik had de checkpoint niet. Oh ja, maar ik dacht dat ik zoveel achterliet dat het voor mij niet boeide, zeg maar. Jezus, wat ga je snel als je de laatste staat, zeg? Niet normaal, hè? Ja, Koen, gaan we nu eigenlijk op laatste minuut inhalen. Dit is zo'n typisch Mario Kart ding. Ik krijg nu die blauwe schelp. Ja, blauwe schild. Heeft Mario Kart hier nou mee te maken? Speelt toch GTA? Nou, ik ga niet inhalen, hoor, Matthijs. Ik sta echt te ver achter. Huh, is dit geen weekend, Lee? Kijk, hoeveel laps is het nog? Hoeveel checkpoints? Ja, nou 13, ga zaaien makkelijk. Nee, ik loop niet meer in, hè, nu. Oh, kut, nee. Oh, ik ga ook. Ik sta onder... Ja, bij elke punt. Ja, bij elke punt. Ja, yes. Gebonkt? Rip in de chat. Komt de bonker, houd Matthijs van. Ja, inderdaad. Als mensen gewoon achter me zitten, dan versteek ik het. Hij zit ook alleen in die vatten zoals ik zelf. Wat is dit? Wij hoeven hem niet eens meer voor lul te zetten. Ja. Godverdomme zeg. Een beetje humor met jezelf moet kunnen toch. Gaas, wil je nou weer laatste rol? Ja, en alsnog boven jou eindigen, dat is ongekend. Ja, dat wel. Is dat zo? Ja, sowieso wel. Want ik heb 2 DNF's ja, of zo. Ja, ook. Oh nee, dat is niet waar trouwens. Oh, de finish is zicht, boys. Daar zeker nu heel wat van uit. Neukt even, Matthijs. Druk. Ja, heel veel mensen. Oh, gaan we ook een inhalen, heel veel mensen. Die ketchup is zo... Jammer.
het doet het. Ik word daar sowieso aangetikt door die homo, hè. Ik ga even meekijken met FC Rudy. Ja, ik ga het halen. Ja, oh my god, ja, ik ga het halen. Oh, oké. Okay. Come on. Ik vond vooral die jumps heel leuk. Ja, wat een kutrace was dit, zeg. Wie heeft dit uitgekozen, die kan er echt niks van. Koetje DAP. That would be me. Oh, wat een leuke race. Ik heb echt zwaar genoten, man. Ik heb het leuk gehad. Dit is een like, ja, dat wel. Ik heb het wel leuk gehad. Het was wel leuk, met inderdaad. Met z'n drietjes zo en dan, ja, jammer van die kijker. Maar... ja, die kutkijker. Ja, die kijker moet hij ook binnen, nog, weet je. Wint hij ook nog? Zo'n no-life die al altijd GTA speelde, zo, weet je. Ja, man. Jezus. Triest, echt. Moet triest. Je al bewijs tegenover zijn grootste fan, of deze grootste fan. Wij zijn fan voor jou. Nou, denk ik. Nee, denk het niet. Hoppa, toch laatste. Wat een leuke, playlist. 5 uur 6 uur 7 uur 38, wat prachtig. Nou, die eentje echt heel lekker op. Mannen, bedankt. Oké, Raoul heeft gewonnen. Raoul. Jij bent echt goed. Ben je kaal? Ook echt heel goed. Ik ben, op dit moment ben ik kaal, ja. Maar mensen, ik hoop wel dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk, doe zeker duimpje omhoog. Hun kanalen staan in de beschrijving. Ja, niet dat jullie dat willen zien. Maar we gaan nu ook weer GTA opnemen, nog meer. Dus de groeten, de tyfus en adios!